Het is zondag. Welkom in een nieuwe aflevering van deze vlog. Ik neem je mee naar zondag 18 april. In 1999, dat jaar, op die dag, werd Luik-Bastenaken Luik gereden. En die dag was er maar één man groot favoriet, voor de Belgische media alvast. Dat was het zelfverklaarde hodenkind Frank van den Broeke. Frank van den Broeke wou die wedstrijd die dag winnen. Iedereen kent waarschijnlijk wel de beelden van Frank van den Broeke, die sprintend op de Laredoet in de Ardennen daar een titanenduel uitvocht met Micheli Bartoli. En Bartoli gaat, voilà. Voilà, Bartoli zo goed als bijgehaald. Van den Broeke, van den Broeke, voilà. Oh, oh, oh. Ja, zo is het. Zeiden jij er net, dat durfde niet langs rijden. Kijk, ze gaan sprinten tegen elkaar. Hè. Ze gaan en elkaar geen blik gunnen. Ja. Wie er daar van op de eerste rij bij was, dat was de meesterkracht van Frank van den Broeke. Dat was Fausto Farazijn, Peter Farazijn, die reed dan ook voor Cofidis. En ik had een gesprek met Peter Farazijn over een drietal memorabele momenten in die wedstrijd. De eerste fase die ik even wou voorleggen aan Peter was het feit, of zeg maar, die gekende sprint op Laredoet. Wat gebeurde daar toen en waar zat Peter Farazijn? Zat hij nog bij die groep of heb hij die sprint voorbereid voor uw kopman? Of hoe ging dat juist? Nee. Dat was ja, natuurlijk, dat is altijd een beetje een sprint naar de Laredoet, naar de voet. Dat is niet juist schadelijk, de Vlaamse klassiekers, maar toch, ja, je moet toch maken dat je vooraan zet, hé, want als je van achter moet beginnen, dan in een klem. Als je slecht genoeg kwam, dan moet je dat prima, moet toch maken dat je een beetje... Maar heb je daar doet, heb die Ardennen hellingen nog een beetje het voordeel. Als je nog iets te ver zit, kun je nog... Je ziet nog goed dat je hebt de benen en je ziet de klemmer, kun je nog gemakkelijker passeren dan in die Vlaamse... Ja. Maar iedereen, ik weet niet meer wie dat er juist op kop was en niet meer Axel Merckx en al die op kop reed in het begin. Ja. Je zit er eerst als grote bonen naar een motor in, dat is er al redelijk stil, maar dat is zo. Dat is nog niet de hoogste percentage, dat is maar een keer weg eruit van de, dat toen dat eigenlijk aan het begin. Nee. Ja. En ik zat al gewoon, ik volgde dat gewoon in de groep eigenlijk. En dat was ook eigenlijk niet afgesproken door ervoor, want... Natuurlijk, de naam van zo'n klassieker krijg je altijd een beetje verhoudering, maar like, van mij, ik kan een vrije rol krijgen. Oh, een vrije rol. Ik moest tot zeker door eigenlijk niet veel doen eigenlijk. Ik had ook wel al een beetje hier en door geprobeerd een beetje ermee te springen op de Belorstee en al zo. En ervoor maar anders. Mijn rol was eigenlijk gewoon ook met een beetje sporen. Frank had dat eigenlijk direct in me, maar ik kreeg dat voor jou redelijk goed. Zegt hij, probeer je te sporen, zegt hij, en we maanden dat je in de finale bezetten was eigenlijk... Maar ik had eraf gezien, ja, dat was eigenlijk een serieuze pijl dat je er verschiet, eigenlijk... Die niet opbrengt eigenlijk, eigenlijk die, Frank ook, ja. Dus ja, dat je verschiet dat je pijl, dat je tekort komt in de finale. Ja. Ja, na die sprint op de Laredoet was Frank van den Broeke alleen weg. Maar hij besloot te wachten, net voor de helling van Sprimont. En ik vroeg aan Peter wie's plan dat was, of was dat op voorhand gepland? Is er dan communicatie geweest tussen jullie of tussen wat? Reden jullie voor met allemaal oortjes? Ik dacht van niet zeker in die tijd. Toen waren er nog geen oortjes. Dat was boven op Sprimont dat we hem teruggepakt hebben. Ja. Ik denk dat er vier man van Rabobank mee was. Ja, dat klopt. Maarten den Bakker en twee Zwitsers. Ja, Sberg en... Sberg en... De naam ontschiet, komen nu niet direct binnen. Ja, er waren inderdaad een aantal Rabobankrenners mee. Ja. En die man maakte een tempo, maar toen was er een stuk toen, dat is tussen Sprimont Van Broeke, Frank het liet hem door. Hij liet iedereen zo passeren, bekeken ik. Ja, was ik ook nog blij dat ik erbij zat natuurlijk, want ja, dat was wel eigenlijk een elite roep eigenlijk. Dat was ja, al de grote man van dat moment op dat terrein, met de Rebellin, Bartoli, Bettini. Ja, al de beste van dat moment op dat terrein was mee. En toen was er een stuk die zo een beetje golvend is. Maar we moesten niet de fors, maar we kwamen uit op de top van de fors. En toen werd
Ja. Vooral van die man van Rabobank. Die wist ook al, ja, we moeten niet met die Frank, met Frank niet naar de lastnelling gaan. En ik had eigenlijk iedere keer daarmee gesprong. Maar natuurlijk, die deed niks. Sprong mee, blijf gewoon in het huur zitten. Ja. Derde belangrijke fase in die wedstrijd was op weg naar de laatste helling, op weg naar Saint-Nicolas. Peter zet zich daar op kop en sleurt de 16-koppige kopgroep richting de finish. En we zaten allemaal te wachten op een demorage van Frank van den Broeke. Ja. Dat kon je juist goed in televisie zien en de rechtstreeks uitzending kwam daar heel goed in beeld ook. Dat was een redelijk bein van de klim nog. Reeks dan als Frank, en toen kwam Frank tegen mij zeggen, probeer dat hier nu te samen te ontzetten, tot aan de voet van de Saint-Nicolas. Ja. Ja, toen was dat hem. En ik was er nog wel een beetje content mee ook, want met dat kan ik toen op kop gereden tot aan de voet van de Saint-Nicolas, maar als je op kop moet rijden, dat is een tempo, een legaal tempo eigenlijk. Als je iedere keer moet meespringen met een snapping, ik voelde dat iedere keer ook al, begonnen zo een beetje tegen ben van kramp aan te zijn. Ja. En zeker als je iedere keer moet zo'n piekijspanning doen, reageren op die rappere krampen, je moet gewoon een hoog tempo aan. Ja. Kun je dat veel langer aan doen. Voor mij was mijn koers, dat was tot aan de voet van Saint-Nicolas, voor mij was mijn koers toch gedaan. Ja. En maar kijk dan nog zelf, voor jou was uw koers gedaan op aan de voet, maar uiteindelijk waren er nog 16e in de wedstrijd. Ja, we waren met 16 man weg. Ja. En Saint-Nicolas, ik geloof dat dat maar nog 6 kilometer naar de RV was. Ja, ja. De koers was snel, maar kan hij natuurlijk nog de koers uitgereden. Ja, ja. We waren met 16 na, dus van een grote voorsprong, dus ja, was ik 16, denk. Ja, was dat voor jou, was dat voor jou mooist? Was dat voor jou een van de mooiste momenten in je carrière, of zijn er andere dingen die daar nog uitspringen? Ja, toch wel. Wat ik toch meest herinner, die een van de mooiste herinneringen toch, ja, van mijn carrière. Ja. Ja. Vooral ook heel dat voorjaar al in 99, Frank marcheerde vrij goed. Ja. Maar ja, van de beste voorjaar dat hij gemaakt had. Ja, hij woonde een omloop van het volk, hij woonde een rit in Paris-Nice. Hij had dat eens anders, hij woonde zeker nog geen Paris-Nice. Ronde van Vlaanderen was hij ook tweede, Paris-Roubaix was tweede, zesde of zevende, kan ik niet direct zeggen. Moet zeggen, nadien... Vorig jaar op een heel hoog niveau. Ja, nadien zijn we, 99, er zijn een paar pieken geweest, maar was dat wel het hoogtepunt van Frank van den Broeke, zijn carrière een beetje? Hoe is dat dan met jouw carrière? Ja, hoe is dat met jouw carrière dan gegaan? Ik heb altijd bekocht deze leven. Ja. In 2000 reed ik eigenlijk nog beter. Ja, ja. Ik had de zesde en dat was spel en het was eigenlijk pas naar Luik. Maar ik viel juist aan de voet van de Laredoet. Daar had deze anders toch zeker in deze tien. Ja. Ik was naar Luik en ging nooit winnen, dat kon dat niet. Ja. Maar voor een deze tien reed, zeker als Belg, weet ook ieder jaar, het jaren dat er geen Belg in deze tien reed, dat was nog leuk. Want ik ben nu aan een Vlaming. En kijk, ja, haar naar die Vlaamse kreeg ook wel haar. De Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix en die andere Vlaamse klassiekers. Maar ik zelf, mijn favoriete koers, dat was nou leuk geweest. Ja. Voor mezelf, ik vond dat de veel schoner koers. Of begon te kijken, natuurlijk. Ja, de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix is ook natuurlijk fantastisch. Ja. En voor Turin natuurlijk ook wel. Maar voor mij persoonlijk was leuk, was nou leuk. Altijd wel een van mijn favoriete koers. Ah, ja. Met een beetje met de Ronde van Lombardije. Ja. Peter, wat doe je nu? Zit jij nu in het wielrennen nu? Of doe je iets anders? Niet speciaal. Ik ben een buschauffeur bij de Ling. Ja. En het vorige jaar normaal rijd ik al die voorjaarsklassiekers met Fips. Een auto met een Fips. Ah ja. Chauffeur, gewoon een auto met Fips. Ja. Ja, dit jaar heb ik er maar twee moeten doen. He. Ja. Ik van het volk en de Jean-Pierre Mosser in Florian. Maar dat niet mijn koers doen. Maar uw zoon, als ik goed, uw zoon is wielrenner, mijn dochter. En mijn zoon koest ook en mijn dochter koest ook nog. Die legendarische wedstrijd die wordt trouwens ook uitgezonden. Vandaag, zondag, als je kijkt. Maar als je later kijkt, moet maar een keer zoeken op YouTube. Dus Luik Bastenaken, Luik van 99, overwinning van Frank van den Broeke op Sporza Retro. Dit was het verhaal niet van Frank van den Broeke, dit was het verhaal van zijn meesterknecht Peter Farazij. Ik hoop dat je het leuk vond. En Peter, bedankt. Tot de volgende. Bye-bye.